In de jaarboeken is ze nog terug te vinden. Lotte van Beek als middelbaar scholier op het Thomas A. Kempis College in Zwolle. Toen nog niet de Olympische sporter die ze nu wel is. Haar nichtjes zitten nu op het Thomas A. Kempis College en zitten vol spanning klaar voor de wedstrijd van Lotte van Beek. Hoe is het met spanning? Ja, wel een beetje gespannen hoor. Ja. Niet iedereen heeft zo'n tante, dus ik ben er heel blij mee dat wij dat wel hebben. Die komt echt ook heel vaak op ons ook op bezoek. Als ze weer terug is van een reis, komt ze even bijkletsen en zo en hoe het was en hoe het met haar gaat. Dus wel gezellig. Straks de wedstrijd van Lotte van Beek, maar eerst de leerling Lotte van Beek. Zagen de docenten van toen al aankomen dat Van Beek de Olympische Spelen zou gaan halen? Tenminste, hier in ieder geval voldeed Lotte niet altijd aan het beeld van een ideale topsporter. Af en toe ook wel eens naar feestjes. En sociale gebeuren vond ze ook altijd heel belangrijk. Of als mentor heb ik ook wel gesprekken met haar ouders gehad en met haar ook over het schaatsen. En dat was af en toe nog wel even botsen. Dat typeert haar denk ik ook heel erg. Niet alleen de topsport, maar ook het sociale gebeuren. Je moet de rest niet vergeten. Daar heb ik wel aangegeven. Even een beetje rustig met het schaatsen. Maar dus Lotte van Beek denkt misschien helemaal niet met plezier terug aan haar scheikundedocenten van vroeger. Nee, ik denk dat ze nu balend voor de tv zit, hoor. Echt waar. Ja, die denkt van, moet die nou net in beeld? Ja. Dan maar de nichtjes van Lotte van Beek. Want zij zitten nu echt in volle spanning te wachten op het moment van hun tante. Het begin van Beek is niet zo goed. Maar de finish daarentegen wel. Ze staat voorlopig op de derde plaats. En pakt ze dan net als 4 jaar geleden een medaille. De leerlingen hoeven niet terug naar de les. Ze mogen blijven kijken naar de laatste race. En dan het moment. Een honderdste van een seconde komt Van Beek tekort voor een bronzen medaille. En teleurstelling bij de nichtjes. Ja, ik vind het heel jammer, maar ze heeft het goed geprobeerd. Dus ja, ik denk dat ze heeft gegeven wat ze kon geven. Dus ja.